hij heeft dat woord Daso, bij John 3:16, dat woord Daso betekent kosmos. Dat is een Griekse woord voor society. Dat is het voor society. Weet je wat ik doe? Toch? Ik bestuur heel veel sightings in het land. Verschrikkelijk. Als we praten over de drie wezen uit het oosten, dan staat het ook in de Bijbel. Daar niet over. Toch? Maar de punt waar je van je terug bent gekomen is over het woord oordeel. Dan gaan we weer, ga je oplezen. En je liep net weg wat Paulus zei over oordeel. Dit zei Paulus. Moet je goed luisteren. 1 Corinthians, chapter 6. Ik wil één ding maar weten. Waarvoor moet ik oordeel? We zijn nu maar 10. We zijn 630. We zijn nu weer geboren. Ja, wetten. Zijn, je moet een paard hebben op je gezicht. Dat is een van de commandments. Yep. En de andere is, je mag geen tattoos zetten op je dingen. Ja, maar dat mag veel niet. Je mag geen oorbellen opdragen. Nee. Dat staat nergens in de Bijbel. Wat is dat dan? Je mag oorbellen dragen. Wat is dat dan? Maar waarom zou je dat dan? Kijk, als jij een Jood was, zou je het weten. Leviticus 19:27. Je gaat weer gekat worden. Dat is wat ik bedoel. Leviticus, je komt hier. Vers 27. Je kan gered worden. Ye shall not brown the corners of your head, neither shall thy mar the corners of thy beard. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon your... Okay, dus wacht even. Dus jij zegt, dit is het Oude Testament. Dus de wetten gelden niet meer? Oké. Kijk, wacht op. Maar wat wil je daarmee zeggen? Het Oude Testament. De Nieuwe Testament ga ik nu gewoon voor je lezen. Kijk, hè? Romans. Luister. Wat wil je daarmee zeggen? Luister even, oké dan. Romans chapter 6, verse 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Snap je? Oké. Under genade. What then shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. God forbid. God forbid. Waarom? Wacht even. Luister even. I know what this means. Okay. What then shall we sin? Wacht even. Because we are not under the law, but under grace. God forbid. Want dan gaat het nog verder. Know ye not that to whom ye yield yourself servant to obey? Maar dan kijk nog eentje. Bij Matthew. Luister even, we gaan even antwoord geven op die dingen wat je zei. Should I say, I'm not God is a God? Read it. Is it true? Is our God? Tough or the God? We do this. Dit is de slogan van Jezus. A God of forgiveness or not? Ja, maar forgiveness niet voor andere nations, want hun gaan in slavernij. Kijk. Forgiveness of sin. Dit is Jezus zelf, de edition Bible. Transgression of the law. Hij gaat je daarvoor wel kunnen vergeven, want je bent de Israëliet. Maar die andere rassen gaan niet vergeven worden. Waarom? Ze hebben ons allemaal in slavernij gehad, ze moeten betalen. Maar anyway. Wij zijn ook in slavernij. Maar wat zeg ik? Hoe bedoel je? De Israëlieten zijn ook in slavernij geweest. Dat zeg ik net. Wij zijn in slavernij gegaan en daarvoor moeten de andere rassen betalen. Alle rassen op de hele aarde hebben de zogenoemde Negro's, Latino's, Indianers en Mexicanos in slavernij gehad. Ze hebben er nooit voor betaald. De Aziaten, de Turken, de Marokkanen, de Arabieren dus, de Chinezen, dat heb ik al gezegd. Alle Aziaten typen, alle Marokkaanse Arabieren typen, alle witte mensen typen. En eigenlijk de Afrikanen gaan ook in slavernij, want dat staat in de Bijbel. Maar jij zegt zo... Maar dat is heel bewegelijk. Hoe zou dat betekenen op mijn moeder? Maar jouw moeder is een Afrikaan. Nee, mijn moeder is heel wit. Wat is er? Wit? Oké, dat sommige, kijk, luister even. Sommige van onze mensen. Maar dat is toch niet anders? Wacht even. Wat ander is, wacht even. Dat van mijn moeders kant, dat die hebben dus slaven gehad. Oh, dan gaan ze scheiden. Dat is en dat betekent dus dat ik ook gescheiden. Nee, jij bent van je vader. Jij bent wat je vader is. Je bent wat je vader is. Maar ik kan het niet zeggen. Wat dat bedoel je dus niet omdat ik Jood ben? Nee, jij bent wat je vader is. Je moeder telt niet op dit moment. Ik probeer niet te dissen. Ga je gewoon uitleggen. Vrouwen tellen niet. Ze hebben geen zaad. Jij bent een man. Je hebt nu kinderen in jou. Jongen en meisje. Geen enkele vrouw op de aarde heeft kinderen in zich. Er staat helemaal niks. De woon. Nee. Waarmee dit is geschreven? Matthew chapter 5 verse 17. Think not that I come to destroy the law or the prophets. Dus Jezus zegt. Denk niet dat ik gekomen ben om dit is Matthews, om de profeten te vernietigen. Dus toen hij was gekomen, hoorde hij nog steeds te zijn. Er was eens een vrouw die
echt breekt dat brug, wat zei Jezus tot mij? Hij had hem gegeven. Hij zei, ga en zondig niet meer. Kijk, het is het Nieuw Testament. Think not that I have come, I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy the law, to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall not in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called the least in the kingdom of heaven. Dus als er een priester is in zijn kerk, hij zegt ja, je kan doen wat je wil, je kan je baard, je mag baard eten, Jezus is toegekomen. Guess what? Als jij in de koninkrijk komt, ga je het naast worden gekozen. Omdat jij de mensen niet de waarheid vertelt, zodat ze de wet moeten houden. But whosoever shall... But whosoever... But whosoever, but whosoever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heaven. See, when the kingdom of heaven comes, it has to be as a whole this man right now. And we have to go, we go back with this. We don't have to have that too. We have to have Barmen. We got to go back at that. That's what it says. Dit is wat er gaat gebeuren met alle rassen op de aarde. So, where you going? Where you going, man? Ik ben het. You were talking about something. We see talk about the man, he's a man. Ja, zo. Maar aan de andere kant, dan moet ik ook zoiets. Ik weet niet, houden we het voor iemand de slaan ergens op. En dan nergens aan ieder vervolgd moet worden. En dan zou we Christus niet aan ieder. Aan alle kijkers. En weet je, Jezus is al om de hele wereld. Afrika zie je, weet je, Jezus alleen in China gaan zien, weet je, Jezus alleen naar Marokko gaat in Arabieren gaan zien, weet je, Jezus Turken zie je, weet je, Jezus Zuid-Amerika zie je, weet je, Jezus daar heb je de grote, weet je, Jezus daar in. De hele wereld kent, weet je, Jezus, maar ze kennen de echte Jezus, de echte God, de oude Shai. Dan pas gaat het woord, gaat de loterij komen, als het echte woord verkondigd is, en dat is dit. Twee zinnen. Revelations chapter 13, verse 9. If any man have an ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. In the Bible, the prophet Obadiah, hij laat je weten dat alle witte mensen uitgestorven gaan worden op de aarde. Want jij zegt dat iedereen kan gered worden. Rockefellers. De Morgans, de Bilderbergs. Ja, dat zijn witte mensen. Maar, weet je dat Rockefeller Indiaans bloed heeft? Indiaans? Hij kan het alleen voor kracht hebben. Nee. Rockefeller? Luister. Indiaans bloed. Maar, je kan het alleen. Maar wat moet dat zeggen? Dat wil niet zeggen dat hij van het Indiaans volk is, want nu gaan we je weer vertellen. En we gaan het jou vader slijmen. Als hij Indiaans bloed heeft, dan wat? Hij is geen Indiaan. Omdat hij Indiaans bloed heeft. Als je moeder, haar vader een black man is, want in de Book of Numbers is hij niet. Voorvaders, moorders, ook niet. Dat weet je niet, want ze was niet daar. Als het de moors is, dan de moorden zijn black men die met vrouwen, witte vrouwen kunnen liggen. Dat is Sicilians. De Sicilians zijn negers. De Irish, heel veel van de Irish zijn eigenlijk negers, maar ze hebben blauwe ogen en blonde haren. Maar ze zijn nog steeds negers, want hun. Ja. Ik had eentje in de foto tegengekomen, zei hij zo tegen me zo, hey, I'm Irish. Oké. Waar is Obadiah over? Dat gaat van moeder of dochter. Nee.
Kijk, nu gaan we zeggen wat de Bijbel zegt van wat je bent. Ja? Pak even een moment als je van mij zegt wat er met iedereen gaat gebeuren. Kijk, dit is wat de Bijbel zegt van waar je bent. Numbers, chapter 1, verse 18. In they assembled all the congregation together on the first day of the second month and declared their pedigrees, that is us, of the after their families by the house of their fathers, according to the numbers of the names, from 2 years old and upwards by their oaths. Wisten ze dat ze Israëlieten waren? Via de huis van hun vader. Maar ze gingen niet zeggen, oh nee, ik ben Arabier, want mijn moeder is... King David, zijn oma was een Chinees. Maakt dat hem een Chinees? Ja, zijn oma was een Moabite. Nee, ja tuurlijk. Maar die Chinezen komen uit Lot. Lot is de neef van Abraham. Dus nog steeds hebben ze een Negro blood. So, iedereen komt hier zo eigenlijk van een so-called black man. Dus je kan niet zeggen van zijn wat die willen zeggen dat want de Lord heeft iedereen divided. Kijk, kan je alsjeblieft in de pakken zo open sons van Adam die iedereen komt van Adam, alleen de chosen one. Kijk, de Bijbel is een boek. Je moet geduld hebben, want dit boek is geschreven 60 jaar. Dus zijn boeken ervoor. Dat zijn niet die goede boeken. Want in dit boek, dit is een racistische boek. Weet je wat dit boek zegt over de witte mensen? Dat ze een vloek hebben. En als je gele haren hebt, ben je unclean. Als dit een witte mensen boek was, waarom wil Hitler alle Bijbels op de aarde branden? Hitler wil toch een ras met gele ogen. Ik bedoel gele haren. En dinges ogen. Dit is wat de Bijbel zegt over gele haren en witte huid. Heel snel. Hoe kan een boek uit 60 zuiver zijn? Dat snap ik niet. Omdat het wel zuiver is. Maar weet je waarom? Omdat Hitler dat wil branden. Kijk, dit is wat er gebeurt. Leviticus chapter 13, verse 29. If a man or woman have a plague upon the head or the beard, then the priest shall see the plague. And behold, if it be a sight deeper than the skin, and there be in it a yellow thin hair, then the priest shall pronounce it unclean, it is a dry scalp, even a leprosy upon the head or beard. Dat betekent, als je gele haren hebt, ben je een vloek. Daarom wou Hitler alle Bijbels branden. Maar ik zeg niet dat het slecht is, want dan ben je even in de vertellen. Nee, maar hij heeft één vloek in het boek van Romans. Wat is de grootste zonde die er bestaat? De grootste zonde is een andere man, een andere God aanbidden. Dat is de eerste zonde en de grootste. Dus het is niet voor de naam van God? Nee. Dus de Most High's name in vain is niet de eerste commandment. De eerste commandment is, thou shalt have not any other God before me. Dat is de grootste sin. De grootste sin is niet alleen, sorry. This one, the fourth one. De grootste sin is blessing with the Holy Spirit, but that is not forgiven. Sorry, dat was de grootste. Blessing with the Holy Spirit. Als je de Holy Spirit blasphemy, dan is het unforgiven. Weet je wat de Holy Spirit is? Nee, maar wat is het? Nee, dat is superpower en understanding of the Bible. Want dat kan je in de boek of... Dat is het. Want die superpower is de Holy Spirit. Dat kwam naar boven in de boek of Acts. Van boven kwam het. En toen begonnen ze andere talen te praten. En ze hadden superkracht. Kan ik wat zeggen? Dat is de Holy Spirit. Als je Handelingen leest toen die geest op hen kwam. Het waren Joden die in alle verschillende plaatsen van de wereld. Ja, de boek of Waarom zei Jezus, ik ben alleen gekomen... verloren schappen van het huis Israëls, omdat destijds had je alleen Juda, Benjamin en Levi, drie stammen, maar de 10 andere stammen waren niet meer in Israël. Dus toen de Heer zei, ik ben alleen gekomen voor de verloren schappen van het huis Israëls, al de andere mensen waar Paulus heen ging, dat waren Israëlieten. Maar ze leefden volgens de kostuums, gewoontes en gebruiken van de andere volken. En dat is waar Paulus heen ging. Daarom weten dat Jezus alleen gestorven is. Weet je hoe we er nog over hebben? Daarom zijn de hoofdstukken geschreven als Romeinen hoofdstuk 9. Dat is niet voor niks. Paulus schrijft dat niet zomaar. We gaan het zo pakken. Kijk, dit is waarom we weten dat Jezus alleen voor de Lord, Mozai en Yahweh Shai kwamen alleen voor één volk. Kijk, dit is Amos chapter 3, verse 1. Hear this word that the Lord had spoken against you, O children of Israel, against the whole family, dus alle 12, which I brought up from Egypt, from the land of Egypt, saying, you only have I known of all the families on the earth,
Therefore, I will judge you, I will punish you for all your iniquities. Can two walk together except they be agreed? Je kan niet met iemand lopen die het niet met jou eens is. Maar dan gaan we nu naar de boek van Psalms. Ze lezen altijd Psalms in de Bijbel, toch? In de kerk, toch? De boek van Psalms, van de 17e, vers 19. He showed his word unto Jacob, his statutes and his commandments unto Israel. He had not dealt so with any nation. Met geen ander volk heeft hij zo gehandeld. And as for his judgment, they have not known them. Zijn oordelen kennen ze. Praise ye the Lord. Zijn oordelen kennen ze. Dit is niet voor de andere rassen. Dit is alleen voor de Negro's, Indianos. En jij bent er één van. Ja, je moet, kijk, weet je hoe we ook weten dat je er één van bent? Jij wilt de andere ras redden. Ja, dat is altijd voor onze mensen. Onze, laat me even voorbeeld geven. Het is geen kwestie van de andere ras. Ik geloof in God. Ja, hij vergeeft zijn eigen mensen. Kijk, de boek van Obadiah. Dit is wat er met één ras gaat gebeuren op de aarde. Hoe verklaren jullie piramides? Piramides, dat zijn de slaven die het gebouwd hebben in de kracht, in de opdracht van de Afrikanen. En die gaan ook in slavernij. Met de handen. Ik heb een geschiedenis van wat hij zei. Ja. 200.000 ton. Oké. Toch? Ah, ik heb staan geen. De long pyramids, lift de stok. One stone to the pyramids. Yeah. How are they built? Maar kijk, die kracht is. Stefan, wat heeft dat met dit te maken? Nou, voor mij heeft dat te maken. Maar de piramides hebben onze slaven niet gehad. Wij hebben de piramides gebouwd voor ze. Maar laat me weten in de Book of Obadiah. Kijk hè. Deliverance van Zion. Kijk hè, het boek van Obadiah. Er is één ras op de aarde die geen vergiffenis gaat krijgen. En jij zegt iedereen kan het krijgen. No? Oké, dan kijk hier. Als je erop vraagt. Nee, dat kan niet. Want er bestaat in de Bijbel dat eentje helemaal geveegd gaat worden. Kijk hier. And the house of Jacob shall be a fire. And the house of Joseph a flame. And the house of Esau, dat zijn die witte mensen, for stubble. And they shall kindle in them and devour them. And there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord had spoken it. Eén ras op de aarde gaat uitsterven. Dat zijn de witte mensen. Maar eerst gaan ze 1000 jaar slavernij meemaken voor die dingen wat ze met onze mensen hebben gedaan. Kijk, we zijn een flikker, dat is van nature. Wat deden ze met onze jongens in slavernij? Ze gingen ze verkrachten, onze meisjes verkrachten, onze baby's verkrachten, onze leuke kleine kinderen. Want ze hebben hier in Nederland. Maar hoe bedoel je? Ik ben geen Afrikaan. Wij zijn geen Afrikaan. Zeg je weer, wij zijn Israëlieten. Waarom noem je een Chinees geen Japaner? Of een Turk geen Marokkaan? Hun zijn een andere nation. Niet omdat ze donker zijn, zijn ze hetzelfde. Kijk die wit. Maar hoe zit het met onze roots? Ik weet niet, voor jou, maar mijn roots, mijn vader staat, komt uit een dorp dat heet. Ashanti. Nou, Ashanti. Ibo. Bobby, Mendingo. Nee, de hoogste. Kromanti. Kijk, luister nou, dat zijn niggers. Ik weet niet wat niggers, je. Ja, zijn slavenafstammelingen, zeggen Afrikaan. Kijk, dit is. Ik bedoel, slavenafstammelingen. Ja, zijn slavenafstammelingen. Maar we zijn niet hetzelfde. Kijk. Dit is een boek van die witte mensen die ze geschreven hebben. Ze zijn alle. Nee, ik pak je niet breed. Je moet het je broer Kalm. Laten we dit punt even. Je moet niet broeien hoor, je moet niet confused worden. Nee, want dit gaat me nog meer opgespannen. Nee, luister. Wat ik even dit is op één. Heel één zin nog. Kijk. Dit is de Bible Compact Dictionary, toch? Dit is een boek geschreven in een jata en nu hebben ze het vernieuwd. Maar dit wat ik nu ga lezen hebben ze eruit gehaald. En dit zijn witte mensen zelf. En ze zeggen altijd, if you want to hide something from a book, put it in a book. Ze weten dat we nu lezen, dus de nieuwe versie van 2012 hebben ze dit eruit gehaald. Dit is volgens mij van 2010 of 2011. Laten we het lezen. Ham, the youngest son of Noah, born probably 96 years before the flood, and one of the 8 persons to live through the flood. He became the progenitor of the dark races, not the Negroes, but the Egyptians, the Ethiopians, the Libyans, and the Canaanites. Dat zijn Afrikaanse namen. Laat me dat weer lezen. He became the progenitor, dat is voorvader. Pro is before. Gene is sperma. En genitor, generate die mannen wat. Ik bedoel die kinderen van. He became the progenitor of the dark races, not the Negroes, but
de Egyptians, de Ethiopians, de Libyans en de Canaanites. Dat waren die mensen, die waren ook Canaanites. De Ethiopians zijn die Kush van Babylon. De Libyans zijn de Libanonen. En de Canaanites zijn de Afrikanen van Zuid- en Zuid-Afrika. Ik snap iets niet, je hebt het gelijk. Verwaard, wat je aandacht? Ja, maar ik ben nu niet aan het... Ik leg je iets uit, ik ben nu niet aan het...